We doen heel veel aan de techniek en we leren allemaal moeilijke passen. Maar het uiteindelijk doel daarvan is ballet als een kunstvorm op toneel te laten zien. En emoties en een verhaal over te brengen aan het publiek. Daar doen we het voor. Nou ja, ballet is gewoon, er ligt gewoon wel mijn passie. Dus daar haal ik heel veel energie uit en ik vind het gewoon hartstikke leuk om te blijven doen. En op het podium staan is altijd geweldig, dat je het publiek mee kan nemen in zo'n verhaal. En we pakken het met deze balletschool altijd lekker groots aan. En het is voor de kleintjes ook altijd heel erg leuk om op het podium te mogen staan en tussen de grote meiden. En het is ook heel leuk om de reactie van het publiek te krijgen en hun ook een leuke tijd te kunnen bezorgen, zeg maar. Fietsenwerk is best heel zwaar, dus daar heb je veel kracht voor nodig. Alles wat je aan je lichaam kan doen, soort van conditie, kracht, souplesse, dat is belangrijk. Ik moet heel veel springwerk doen, dus ik moet ook wat conditie, mijn conditie een beetje op peil houden. Dus dat is iedere keer nog wel best uitdagend. En uiteindelijk ook om op een podium te doen als je adrenaline hoog zit. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk, maar goed, dat maakt het dus wel spannend. Want het zijn ook nog best uitdagende pasjes. En ze leren zoveel. Ze leren muziek. Ze leren samenwerken. Ze leren discipline. Ze leren van alles. Ja. Het geeft niet alleen dingen voor ballet, maar het geeft ook dingen voor je leven dat je meeneemt. Tenminste, dat geloof ik. Om het verhaal eigenlijk zo op het podium te krijgen, zijn we heel lang bezig. Eerst gaan we het verhaal bedenken en hoe kunnen we iedereen een leuke dans geven. En hoe gaan we dus het verhaal duidelijk maken voor iedereen? Dan gaan we allemaal met elkaar even in gesprek. En dan heb ik een fantastisch stel mensen die mij helpen. En maken allemaal groepen. En dan gaat één groep druk bezig met het decor. En andere mensen met de publiciteit. En dan gaan de andere mensen met de kostuums. En al die mensen helpen. En dan samen komt het allemaal bij elkaar. Maar zonder die mensen is het niet te doen. Ze zijn echt goud waard. Echt goud waard. Nou, wij zijn twee mijnwerkers. Ja. Een van de twee van de zeven mijnwerkers. En zij is Sleepy en ik ben Sneezy. Ja. Dus dat is naast dans, wat we normaal doen, ook heel veel acteerwerk. Dus bijvoorbeeld, ik ben Sneezy, dus ik heb last van hooikoorts, last van allergieën. Dus ik moet altijd alles zitten af te stoffen. En dat er dan mogelijk stof toch op me komt. En dat ik dan weer in een niesbuit terecht kom. Dus altijd acteren. Ja, en ik ben niet sleepy, dus ik slaap gewoon de hele tijd en ik val tegen iedereen aan omdat ik dan in slaap val. Jaar, denk ik, hier bij de balletschool. En als klein kind vroeger had ik al van, zag ik de, zeg maar, de hoofdrollen in de voorstellingen dansen. En dan dacht ik altijd, oh, dat wil ik ook heel graag later doen. En dit jaar mag ik het doen, dus dat is wel heel erg bijzonder. Het mooiste is om te zien dat iedereen plezier heeft. En iedereen echt hun best doet en al die weken en maanden
repeteren echt, echt zijn vruchten heeft afgewerkt. Ja, ik ben dan reuze trots op mijn meiden en mijn jongens. Ja.